Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom bij Creajour, het kanaal met allerlei knutselideeën. Gisteren ben ik begonnen aan een mini-album. En een mini-album dat ik probeer te maken uit één pakketje kreftpapier. Een peperkreftset die ik bij Action gehaald heb. En ik gebruik daarvoor ook zo'n blok met wit kreft en zwart papier in. Dit is ook van bij Action, denk ik. Gisteren was ik er al aan begonnen, dus vandaag deel 2. En dit was de laatste pagina dat ik gemaakt had. Hier. Met een pocket. En verder nog niks. Omdat er zit niet zoveel patroonpapier in dat pakketje. En ik heb 4 pagina's in mijn boekje. In mijn album. Dus ik weet niet of ik ga toekomen. Sorry, de belichting is ook iets veranderd. Maar het is ondertussen avond. Want ik had vandaag overdag niet veel tijd om eraan te beginnen. Allee, om eraan verder te doen. Dus bij deze. Hopelijk betert dat als mijn hobbykamer terug in orde is. Als de vloer daar gerenoveerd is. En dan kan ik mijn hoekje installeren. Waar dat ik mijn filmpjes dan ga opnemen met deftige belichting en zo. Maar ja, nu moet ik altijd verhuizen van plaats. Dan zit ik in de keuken. Dan zit ik in de woonkamer. Dan op mijn slaapkamer heb ik zo'n klein bureautje staan. Dus het is nu even wat moeilijker. Maar dat komt wel goed. Dus 1, 2. Dit werd dan de derde. En dan gaan we aan de vierde pagina beginnen. Hè. Nu, ik heb ondertussen iets uitgerekend. Ik ga echt niet toekomen met het papier dat erin zit. Dus ik ga dit hier gebruiken. Oh, er had zo net 1 A4 meer in dat pakketje moeten zitten. En dan ben ik nog zo dom geweest van dit verkeerd te meten en af te snijden. Dus dat is eigenlijk nog een blad minder. Maar ik ga dat toch gebruiken. Allee, deze, dat past nog. Maar het andere stuk had ik verkeerd gesneden. Dus ofwel plak ik dat zo tegen elkaar. Komt nog wel een beetje uit. Ofwel maak ik er gewoon zo. Dat is misschien nog een idee als ik dat zo plak. En dan kan ik hier ook nog een pocket maken. Ja, dat ga ik doen. Maar ik ga dat dan wel aan deze kant doen. Want het blad gaat zo dat het er zo in schuift. Dus ik ga dat zo plakken. En dan maak ik hier een pocket van. Maar dan wil ik daar wel ja, een boordje. Dit ga ik dus ook matten dan op. Een stuk zwart papier. Dus dit komt dan hier. Dat ga ik matten. En deze twee ga ik ook alvast plakken. Dit designpapier heb ik dan al op de pagina geplakt. Hier de stipjes, de blaadjes. Hier heb ik nog niks. Hier op de achterkant, dat is dan het achterste blad, sorry, bla bla bla. Heb ik dus een reep geplakt, want ja, ik heb niet genoeg papier. En dan komt hier, dat heb ik eerst gemat op zwart karton. Dan ga ik dit hier plakken. En dan heb ik hier ook zo een pocket. Ja, ik hoop dat dat makkelijk gaat. Eens kijken. Want ja, normaal plooi ik hier een boordje om en dan is daar wat meer ruimte tussen. Nu is dat zo echt heel plat tegen dat papier, maar ik kan niet anders omdat ik het fout afgeknipt had, hè. Dus ik ga dit vastplakken. Goed op de randjes. Even checken. Dus deze kant blijft open.
gekraak op de achtergrond. Dat is een van de poezen die aan het eten is. Die is de Kiro. Ik heb er 3. Dat is genoeg, hè. Dat zijn eigenlijk alle 3 geadopteerde. Dus vandaar. Dan komt dat hier mooi op de rand. Ja, het is zo zwart op zwart. Het is goed zien. En de belichting is hier niet zo super. Met die lijm heb je nog wel wat speling. Hè. Kun je dat nog wat verschuiven. Zodat dat ander papiertje... Zo. Is het goed en recht. En de overtollige lijm kan ik wegwrijven. Ik moet dat wel doen terwijl dat dan nat is. Want als die lijm helemaal droog is, ja, dan lukt dat ook niet meer zo goed. Mijn mat, het is pas een nieuwe knutselmat. En ze plakt weer al helemaal vol lijm. Zo. En dan hier het pocket. Allee. En hier nog niks. En dit. Ja, dat is wat anders. Want ik heb alleen nog dit blad over. En dat wil ik dus gebruiken om de kaft. Om het kaft. Waarom zeg ik toch altijd de? Om het kaft aan de buitenkant te bekleden. Want ja, zo. Dat zwart, dat is ook niet zo, allez, niet zo vrolijk, hè. Dus deze heb ik nodig. Ja. Hoe ga ik dit dan doen? Ik kan er misschien gewoon even wit of een kruftkleurig blaadje op plakken. Of ik kan eens zien, want ik had gezegd van hou de restjes allemaal bij. Ik kan eens zien of ik daar genoeg mee heb. Ik ga eerst een wit papiertje nemen. Gewoon uit dat blok. Waar heb ik het gelegd? Hier. Niet van het dikke, maar een dunke is al goed. Ik ga dat op maat maken, dat dat hier zo op past. In de plaats van een patroonpapiertje, gewoon even wit. Je kan dat natuurlijk ook weer kiezen, hè? Je bent daar vrij in. Heb je nog andere leuke patroonpapiertjes liggen? Kan je die ook best gebruiken, hè? Maar bij mij is nu het ding, ik wil dat echt alleen maar van dat setje maken. Dus, en dan zou dat hier moeten opkomen, zo. En nu ga ik eens zien of ik genoeg restjes heb om dat te bekleden. En dan plak ik die allemaal zo naast elkaar, die reepjes en die stukjes. Die zijn wat kort, misschien moet ik ze in de andere richting plakken. Ik heb al die reepjes hierop geplakt, gelukkig kwam ik toe. Ja, sorry nogmaals voor de schaduw en zo. Je ziet altijd de restjes bijhouden. Hoe klein dat het ook is. Als het gedaan is en je hebt dan restjes, dan kan je ze alsnog de kleine stukjes weggooien. De grotere stukjes houd ik sowieso altijd bij. Hier was het een stukje te kort, maar dan ga ik daar wat meer distress in op doen. En dan komt dat ook weer in orde. Kijk. Dat is toch mooi?
die stressen en opplakken. En dan is eigenlijk de laatste pagina ook helemaal volgeplakt. Hè? Maar ik wil nog wel... Nu heb ik hier nergens een pocket of een flapje. Dat vind ik wel jammer. Ja, papier is op. Dat is minder. En ik weet het, ik heb nog heel veel papier liggen en ik kan daar best een ander papiertje op plakken. Het is niet dat ik geen papier heb, maar dan is heel de bedoeling van mijn projectje niet meer juist. Hè? De bedoeling was een mini-album maken uit één kreftpapiersetje. Het is een low-budget album. Je kunt dat ook doen met allerlei restjes papier dat je liggen hebt. Hè. Je kan ook, als je net niet genoeg hebt, een mooie afbeelding uit een magazine of ja, uit een of ander, of zelfs uit een leesboekje, een blad. Een leesboekje dat je niet meer leest, natuurlijk. Hè. Zo. Jammer dat het papier op is. Maar ik heb hier dan toch nog deze pocket. Want ja, dit papier is voor het kaft. Ik had hier nog graag zo een band gehad. Heb ik daar nog genoeg papier voor? Maar ja, ik heb dat al opgeplakt. Hè. Normaal plak ik dat dan aan de achterkant vast. Pom, pom, pom. Eens kijken, wat had ik hier allemaal nog van restjes? Ik weet niet of ik hier iets mee kan doen. Dat is een restje dat ik van dat huisje heb afgeknipt. Hier waren nu wel labeltjes bij. Buiten dit, want dat kun je echt niet lezen. Dus dat ga ik niet gebruiken. Past dat daarin? Ja, je moet het wel aan de juiste kant doen. Hè. Dus dat kan ik alsnog doen. Ja, dit ga ik gebruiken als pocket. Goed. Ik had dan nog dit. Oeps. Dat kan ik niet meer ontplooien. Dat is te klein. Misschien kan ik deze nog ontplooien. Als ik dat even groot maak als dit. Vouwlijntje daar en hier. Ik ga dat eraf trekken. En ik ga dat op een ander stukje papier plakken. Dan kan ik dat wel mooi omplooien. Hé. Beetje stevig papier. Goed, dat plak ik daarop. Nu de onderkant kon ik al omplooien, dus ik ga dat zo gelijk met die rand plooien. Allee, plakken. Zodat ik deze stukje kan ontplooien. Zo. Misschien moet ik dat bij deze ook doen. Want dat is natuurlijk wel mooier. Als daar een randje aan is. Dan ga ik... Ik hoop dat ik juist zit en dat ik het niet te klein maak dan. Ik ga deze twee zijden toch afknippen. Hier waren die vouwlijntjes. Hè, van, ik zeg het als een restje van dat huisje dat ik ingeplakt heb. Goed aanduwen, want dat plakt nog niet goed. En dan ga ik dat een beetje verder vastplakken.
Dan heb ik daar ook een zwart randje aan. Maar niet aan de onderkant. Dat is dan toch niet zo slim. Nee, want dat kan ik dan niet ontplooien, hè. Wacht even, hè, want ik ben niet goed bezig. Dus. Ik ga een ander schaar nemen, want dat plakt al. Ik ga dit er ook afknippen. Zo. En dan ga ik zorgen dat ik overal een randje heb. En dan nog plaats om het om te plooien. Dus wat meer in het midden. Deze er terug af. Oh, oh. Dat begon al goed te plakken. Oei. Ik hoop dat ik hier nog een stukje heb dan. Deze er ook af. En dan opnieuw lijm. En dan kan ik dat hier ook terug zo met een boordje. Dus ik ga het hier. Dan dat ik een boordje wil. Zo. Deze kant wordt omgeplooid. Hier ook. Een klein boordje. En de andere zijde ga ik dan omplooien. Even denken, hè. Vouwbeentje. Dat is de bovenkant. Hier wil ik dan ook een klein stukje. Zo. Aan de onderkant wil ik ook een zwart boordje. En hier aan de zijkant natuurlijk ook, hè. Dat is een beetje scheef volgens mij. En dan ga ik ook weer die hoekjes eruit knippen, want anders wordt dat te dik. Zo. Eventjes testen. Ja, dat komt goed. Ik ga dit ook knippen en ontplooien en ik ga die allebei hierop plakken. Zo, deze heb ik hier dus opgeplakt. En dan kunnen daar labeltjes in. Hier kan dan nog een foto. Zoals ik daar straks al zei, dit vind ik nu niet echt duidelijk wat daarop staat. Maar ik kan daar misschien een van die stickertjes over plakken. Super toch? Voilà. Veel beter. Hier ga ik dan een touwtje door halen. Er zaten touwtjes bij. Met die mooie houten labels, Sweet Love. Kan ik hier misschien ook nog zo opplakken? Of hier? Maar ja, eigenlijk de decoratie is voor later. Hè. Dus eigenlijk, dit is ook wel decoratie. Dus ik ga daar straks een touwtje door halen. En dan zijn die ook veel mooier. Dat was dan de laatste pagina van het album. Hier had ik dan ook een pocket. Ik heb hier nog een
Kijk, en dan kan daar zo eventueel een tag in. Of ik kan die zelfs hierop vastmaken. Zo. Is daar eigenlijk ook nog een foto onder kan. Ja, dan zal ik nu... Ik vind het nogal kaal, dit. Ik ga het albumetje nog eens erbij pakken. Het was dan het eerste blad met die flap, die heel kaal is, want het papier is op. Misschien kan ik daar eventueel zo een tag of zo plakken. Hier nog een touwtje aan maken of iets om te openen. En die gaat dan zo. Dan heb ik hier nog de pocket. Het tweede blad was dan hier het venstertje. Waar iets achter kan, een foto of tekstje. Deze gaat open, hier kan dan ook. Zo. Dat was de derde. Ah nee, die was zo, dat is de voorkant. En die ging dan zo open. Het is wel redelijk kaal nog. Deze wordt dan zo geplakt. En die gaat dan zo. Dat zijn onze vier pagina's. Nu kan ik misschien beter eerst de buitenkant van het kaft bekleden. Daar had ik dit papier voor voorzien. En dit was de mooiste kant. Deze is de binnenkant. Dat is de buitenkant. Oké. Goed. Misschien kan ik dit gewoon met een kreftkleurig papiertje doen. Even kijken in het blok. Als ik nog een restje liggen heb, dat is te kort. Dit is lang genoeg, maar dit is een beetje te stijf. Ik heb wat dunner papier nodig. Ik vind zo direct geen... Ik denk dat ik anders gewoon een wit papiertje ga nemen. Hier, wit. Eventjes op maat snijden. Ja, mijn potlood. Moet je er even zoeken. Dus sowieso mag dat eraf. En dan voor de rug ga ik dat zo iets nemen. Ik heb een ideetje. Dan komt dit eronder voor de rug. Zo. Maar ik ga dat met een stencil bewerken, zodat ik daar een patroontje op krijg. Dus, eerst en vooral, een stukje kladpapier. Het is gewoon een wit A4'tje dat ik gelamineerd heb. En daar, ja, dat gebruik ik zo voor wat de vuilere
werkjes op te doen. Dan ga ik een stencil nemen. Die komen ook van bij Action. Die zijn van Craft Sensations. Die waren maar 72 cent voor 5 stuks. En hier zitten sterretjes in. Ik heb die al eens gebruikt. Ik plak zelfs al een haar aan vast. Ah, zo opgesneden. En dan ga ik dat ook gewoon met deze distressing vintage foto. Ik ga het gewoon met dit kleurtje bewerken. Dus. En hier en daar duw ik er wat harder op en dan weer wat minder, zodat ik wat een kleurverschil heb. Een beetje licht en donkere sterretjes. Er zijn ook cirkeltjes tussen. Kijk, zo. En dan ga ik hier verder. Oeps, een beetje verschoven. Als je dat niet hebt, kan je ook zelf er iets op tekenen of met wat waterverf een kleurtje geven. Jullie vinden daar ook wel iets op. En dan de randjes. Ik ga dit zo doen. Ik weet nu nog niet of ik de patroonpapiertjes zo over de rug ga plakken of de rug over het patroonpapier. Oei, alles wiebelt hier een beetje. Dat is ook naar eigen smaak. Je kan dat natuurlijk ook helemaal een beetje inkleuren. Zo. Dan het kaftje erbij. En dan eens even denken of ik dit er ga onderplakken. Of erboven. Ik heb er dan toch maar een reepje uitgeknipt uit het papier. En dat reepje op de rug geplakt. En dan hier een zwart stroopje waar ik dan dit labeltje hier zo ga opplakken. Ik had nu een, dus dat is de buitenkant. Voor de binnenkant heb ik dan nog twee achtergrondpapiertjes gemaakt en die ga ik hier opplakken. Dat ga ik eerst doen. En dan zobiet nog onze pagina's erin plakken. En dan is het mini-album zo goed als klaar. Buiten de decoratie en de versieringsjes. Maar dat is ook naar eigen smaak. Ik ga dus vooral versieringen gebruiken van deze plaatjes. Ik heb er een paar uitgehaald en die heb ik een beetje met vernis bewerkt. Zie je? Dan blinken die. En dat is een vernisje ook van bij Action. Dat is ja vernis voor je tekeningen en schilderijen te vernissen. En als je daar een laagje op doet, dan duurt dat 2 uur.
En na 24 uur is dat water vast, maar ja, dat albummetje, dat gaat niet in contact komen met water. Dus ja, je vernist dat en na 2 uurtjes, zelfs sneller, is dat al droog. Het blinkt niet heel hard, maar je kan daar natuurlijk nog een laagje over doen. Dus en hoe meer laagjes, hoe steviger dat het wordt en hoe meer dat het gaat glimmen natuurlijk, hè. Dus dat heb ik gisteravond nog gedaan. Dus dan kan ik die straks allemaal gebruiken voor in het albummetje. Dus ik plak precies nog een beetje. Ja. Ik heb lijm aan mijn vingers en alles blijft eraan plakken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ondertussen is dit droog. En het kaft is zo goed als klaar. Eigenlijk kunnen we nu de pagina's erin plakken. En ik had hier nog dit stukje over van dat papiertje van de rug. En dat kan ik dan nog gebruiken voor dit flapje. Zal ik? Nee, ik ga wachten. Ik ga eerst de pagina's erin plakken. Want anders, als dat nog niet droog is, dan gaat dat verschuiven. Dus die plakken we hier zo, mooi op de rand. Allee, één per één, erin. Ik zal, ga met al die rommel hier, ik vind hier bijna niks terug. Dit was de eerste. Nu, het maakt niet uit welke dat je eerst plakt, hè. Dat is ook eigen smaak, maar ik wil deze als eerste pagina. Zo, ik heb de pagina's erin geplakt. Dan hadden we hier de eerste pagina met deze flap. Nu ga ik eerst dit daar nog op plakken. En ik heb net gezien, ik was nog aan het kijken tussen die afbeeldingen. De eerste even deze plakken. Dus ik heb gezien dat ik nog zo'n huisjes had die ik kan uitknippen. En ik ga die uitknippen en ik ga daar hier een pocket van maken, zoals we hier gemaakt hebben. Dus dat ga ik ook nog doen. Ik ga de decoratie aanbrengen. Ik vind het echt wel geslaagd, het album. En dat allemaal met één pakketje. En hier en daar een wit blad ertussen dat we een beetje bewerkt hebben. En dan ja, voor onze bladen en het kaft, dan papier uit dit blok. En dan heel dit kraftsetje, al het designpapier opgebruikt. Ik ga nu al de versieringen aanbrengen. En dan ga ik nog eens door het boekje. Dus, ik heb al redelijk wat decoratie in het album geplakt. Mijn handen plakken vast. Ik heb nog redelijk veel afbeeldingen en stickertjes over. Die doe ik niet weg. Allee, niemand doet dat weg. Hopla. Alles valt hier om. Ik steek die in een doosje. En dan hou ik die bij om kaartjes of mee te maken of te gebruiken in andere albums. Ik zal hier eens een klein beetje plaats maken. Oh my god, ik maak toch altijd zoveel rommel. Je wilt dat hier niet zien. Heel die tafel ligt hier vol. Dus ik hoop. Nee, dat. Voilà. Zo, dat gaat beter zijn. Een bakje. Ah, dit bakje heb ik ook zelf gemaakt. Als je wilt weten hoe ik dit gemaakt heb, zet dan een berichtje in de comments. En dan zal ik daar ook wel eens een filmpje van maken. Dat is gewoon van een doosje. Van een leegdoosje van
kattenvoer. En je kan er zo meerdere maken. Dan zet je die naast elkaar op je bureautje. En heb je mooie bakjes, hè. Dus, ik heb dan hier dat stickertje nog eens op een zwart papiertje geplakt. En dan hier het woordje with love. Ah, dat is vervelend. Die lijm die zit gewoon tot onder mijn nagels. Stukje touw. Nu, veel touw zat daar niet bij. Dus ik heb... Het zakje was wel direct leeg met touw. Ik heb nog wel zo'n 2 houten lepeltjes over. Dit was ons eerste blad. Hier heb ik een tag gemaakt. Dus hier kunt je een foto plakken, foto insteken. Dan hebben we hier dat flapje. Je kan hier een foto plakken. Zo. Je kan hier ook een kleinere foto. Hier ook. Er kunnen heel veel foto's in, hoor. Dan gaat dit zo open. Hier heb ik een label voor gemaakt. Maar je kan daar even goed foto's in steken. Hier kan je ook een foto plakken. Je moet niet bang zijn om versieringen in je album aan te brengen, want je kan je foto's daar best over plakken. Hè? Dat gaat zonder problemen. Dus dan hier, hier heb ik niks van decoratie. Ik vond dat zo al druk genoeg, maar echt ook. Als je dan een foto op op kreftpapier mat of op een zwart papiertje, dan komt dat heel mooi uit. Hè? Hier hebben we dan dat raampje. Ik heb daar nu een labeltje met een hondje in. Kijk, en dan kan je... Ik heb hier wel een splitpenneke doorgestoken. Dit gaat dan zo koppen. Hier kan je dan ook weer een foto kwijt. Hier een foto. Hier heb ik dan een kleine tag geplakt. Ik heb die alleen aan de zijkant en de onderkant geplakt. Dus als je er dan... een foto wilt opplakken of erin steken, kan je dat zo. Hier hebben we dan die haasjes, die pocket. Hier heb ik ook niet te veel, maar kan je gewoon hier een foto plakken. Je kan het er wat onder schuiven. Dit gaat dan ook open. Hier heb ik gewoon wat stickers geplakt. Dit was een heel druk blad met die verschillende reepjes van de restjes van papier. Dus als je hier een foto plakt, ook best die eerst op een ander stukje papier plakken. Zodat je een mooi boordje hebt. Sorry, hier hebben we dan die 2 kleine pockets. Met de labels die in het pakketje zaten. Hier heb ik stickertjes opgeplakt. Dit hertje heb ik ook eerst op een zwart cirkeltje gedaan. En dan de laatste pagina. Hier heb ik dan een label gemaakt of een tag. Die kan daarin. Nu, het touwtje is wat dik, maar hop. Dit heb ik ook alleen onderaan geplakt. Als je er dan een foto op plakt, kan je hem eronder schuiven. Of je kan die er gewoon zo... op een label zo los insteken, dat gaat ook. Dat is eigen smaak. Hier heb ik dan 2 labeltjes geplakt en heb ik ook alleen onderaan geplakt, zodat je er ook nog een label of een foto kan ondersteken. Als je dat aan iemand cadeau geeft, kan je natuurlijk al de restjes van de uitgestanste afbeeldingen en stickertjes, die kan je in een envelopje doen of in een plasticje en dan kan je die hier achteraan steken. Of je steekt die daarin en als je dan je foto's begint te plakken, dan kun je er alsnog decoratie bij plakken. Hè? Ik vind het heel mooi. Ik vind het een geslaagd albumetje. Nu, ik dacht nog wel... Dus als je dat wilt, dan kan je in het midden hier een gaatje maken. Dan haal je daar een ringetje door. En dan kan je hier wat decoratie, wat paardjes, wat kralen of zo aanhangen. Maar ja,
dan is het geen low-budget album meer. Hè? Maar iedereen heeft nog wel knoopjes of kraaltjes en touwtjes en kleine prulletjes in huis. Dus dan kan je die eraan vastmaken. Dit was het dan. Mini-album uit één setje papercraft papier van bij Action. Ja, met dit knutselsetje. En natuurlijk ook een blok papier. Dat moet dit papier niet zijn. Hè. Je kan dat met eender welke kaartstok. Je kan dat met gekleurde kaartstok maken ook. En een stukje karton voor het kaft. Dus dat waren twee stukjes van 21 op 15,5 en 21 op 4. En dat kan je ook doen met karton van, met afvalkarton eigenlijk, van lege dozen of van ontbijtgranen of wat dan ook. Genoeg gekletst, dit was het. Ik heb hier heel veel plezier aan beleefd om het te maken. Ik hoop dat als jullie het namaken, dat jullie er evenveel plezier aan hebben. Dus, ja, tot de volgende keer. Dag!